kijk nou eens naar die dieren en bedenk dan zelf of je dat wil of niet. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Animal Safe Movement was bij Fion in Bokstel met als doel mensen bewust te maken van het leed dat schuilgaat achter het produceren van dierlijke producten. Als mensen aan vlees denken, denken ze vaak aan een speklapje of een hamlapje. Maar wij willen heel graag laten zien wie dat speklapje was voor dit hele proces. Dus eigenlijk gaat het er echt om mensen bewust te maken. Vaak gaat het om dierenleed. Is er dierenleed hier bij Fion, denk je? Nou, wij zijn van mening als een dier gedood wordt, dat op zich al leed is. En daarnaast zijn er natuurlijk zoveel dieren. Dat gaat gewoon met een enorme snelheid. En wij vinden het gewoon belangrijk om dat te laten zien. Ik denk dat je geen dier kan doodmaken zonder leed. Wij vinden het juist heel belangrijk om het gesprek aan te gaan. En met elkaar te blijven praten. En ook respect voor elkaar te hebben. Dat is ook de reden waarom wij hier mogen komen. Dus dat is een hele andere vorm van actie voeren. Ik zie het veel meer als een moment dat je met elkaar in contact kan komen. Dat je met elkaar erover kan hebben. En vooral dat men de kans krijgt om hetgeen te doen wat ze willen doen. Dus ik zie het zeker niet als protestactie, hoor. Hoe is het dan gesteld met het dierenwelzijn hier bij Fion? U kunt het zelf zien. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je het erover hebt. Want voor sommigen is het moment dat een varkentje geboren wordt, is dat al niet wenselijk. En voor anderen, die kijken daar wat luchtiger naar. En ik denk dat het heel goed is. Kijk, wij doen wat we kunnen. Zodra de dieren in ons scope zitten, dus de dieren in ons beheer komen, dan kunnen wij er alles aan doen. Er is toezicht op de varkens in de vrachtwagens al. En daar waar wij kunnen verbeteren, daar moeten wij verbeteren en dan verbeteren we ook. Zodra die varkens binnenkomen, wat gaat er dan precies gebeuren? In het kort. De dieren worden gelost, worden onder toezicht van de autoriteit, van de overheid, van de NVWA, gelost. Door de collega's die daarvoor getraind en geschoold zijn. En de dieren gaan dan naar de stal toe om vervolgens het slagproces in te gaan. Dat is in het heel kort. Ja. De dieren worden bedwelmd met CO2. Correct. Nu heb ik begrepen dat er een tekort is aan CO2. Is dat bij de Fion ook het geval? Nee, dat is niet... Dat is onzin. Nou ja, het is, voor ons is dat in ieder geval niet de waarheid. Je ziet de varkens natuurlijk dicht op elkaar zitten. Varkens zijn roedeldieren, dus die zijn gewend om in groepen te leven. Je hoort het ook aan het geschreeuw. Dat komt omdat ze ineens met andere varkens zitten die ze niet kennen. Nou ja, dat levert af en toe gevechten op. Daarnaast zie je verschillende persoonlijkheden. Dus je ziet hele schuwe varkens, hele nieuwsgierige varkens. En dat is precies wat wij duidelijk willen maken aan mensen. Het zijn dieren, het zijn allemaal individuen. En die moet je ook zo zien. In Duitsland sluiten een paar Fion-fabrieken. Heeft dat gevolgen voor de fabriek in Boksel? Nee, kijk, we hebben slachterijen op verschillende plekken. Met elk hun eigen leveranciers, met elk hun eigen klanten. Dus nee, dat is niet direct. We krijgen hier niet nog meer varkens? Nee, want wij hebben, wat ik zeg, we hebben echt bewust verdeeld over de landen slachterijen. Zodat ook weer de afstanden van de dieren natuurlijk zo kort mogelijk is. Dus nee, daar zit geen directe relatie. Wij willen niemand vertellen wat hij wel of niet moet doen. Wij hebben natuurlijk een bepaald idee daarover. Maar we willen dat mensen eerst kijken. Kijk nou eens naar die dieren en bedenk dan zelf of je dat wil of niet.